Een evaluatie van de tweede COVID-19-golf die Suriname teistert, leert dat er de afgelopen weken een duidelijke daling te merken is in de besmettingscijfers, zegt Rajesh Ohri, waarnemend directeur van het BOG. Uit zijn korte presentatie blijkt dat de meeste geregistreerde besmettingen personen boven de 60 jaar zijn. De positivity rate voor februari was nu nog 16 zoveel. We zien wel dat er een daling is. Als we gaan kijken naar de dagbasis, zien we dat vooral voor gisteren, dat we wanneer we 10 waren, de positivity rate dus is omlaag gegaan, dat is wel op 1 dag alleen. Voor vandaag, de huidige cijfers, die geven aan dat we al boven de 12% zijn. Er moeten nog een paar andere resultaten komen, dus in later op de avond hebben we meer duidelijkheid. Dit is een korte presentatie. Wat ook belangrijk is om te weten is dat de R op dit moment 5,9 is. Wat wil zeggen dat als je 10 cases nu hebt die bijna 6,5,9 nieuwe cases kunnen maken. 0,59. Dus 10 positieve maken 5,9 nieuwe cases. Dus we zien dat de daling er is, de weekend lockdowns hebben gewerkt. De weekend lockdowns hebben gewerkt, meent Ohri. Echter benadrukt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie dat de samenleving zelf verantwoordelijkheid moet nemen. De politie die de handhaving in handen heeft, zal absoluut niet verslappen. De wet voor wat de COVID-handhaving betreft is verlengd in de Nationale Assemblée. De boetes zijn ook aangescherpt. En dat biedt al een goed kader om voor de handhaving vanuit onze organisatie. Dan wil ik dan praten over de dispensaties. Die we hebben aangegeven dat we overstappen vanuit het hardcopy systeem naar een digitale bestandhandhaving. En die registraties, de verwerking, hebben we gehad. Niet zonder de nodige uitdagingen. We zitten al tussen de 35.000 en 40.000 geregistreerden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie die benadrukt dat de papieren dispensatiebrieven niet meer geldig zijn. Behalve voor de groep veehouders en kippentelers en hun personeel. Omdat er tijdens de digitale registratie een probleem was.